Een tijdje geleden reden we over de dijk bij Enkhuizen. Ah, dat weten jullie nog wel. Ja, gewoon daar. Hop, dwars door het IJsselmeer heen. En toen kwamen we aan het eind van die dijk. En toen zag ik ineens weer zo'n visteentje waar je vis kan kopen. Weet je, zo'n kraam. Was een kraam, is nu een beetje een tentje geworden. En dat tentje herinnerde mij aan mijn geluidsman. Ja, die heette Bert, maar we noemden hem Bert. En die gozer, joh, dat was geweldig. Die deed alles voor het programma. Die schrijft het woord loyaal met hoofdletters. Iedereen gun ik een collega als Bert. Nou, en die Bert, die had alleen twee hele grappige, komische afwijkingen. Ja, twee. En de eerste afwijking was dat hij absoluut niet kon tegen muziek van Simon & Garfunkel. Ja, ja. Dat geloof je niet, maar dat is wel zo. Die kon bijvoorbeeld, dan hoorde hij de eerste klanken van El Condor Pasa. Weet je wel? Da, 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 da. En dan ging hij helemaal uit zijn dak. En dan liep hij ook weg. Ja, en dan zei hij, oh, ze zijn me weer aan het treiteren. En maakt niet uit waar we waren. Restaurant, lobby, hotel, weet ik veel, vliegveld. El Condor Pasa. En weg was hij. Bridge over troubled water. Weg was hij. Dan ging hij weg. Ja, dat was afwijking 1. Maar nu komt afwijking 2. Kijk, en dan ga ik nog even terug weer naar de vistent daar aan het eind van de dijk bij Enkhuizen. Daar kwamen wij ook een keer langs met z'n drieën, cameraman en Beert de Geluid en ik. En we gingen een visje bestellen. Maar Beert, zijn afwijking is dat hij houdt absoluut niet van scheidlolligheid. Als iemand scheidlollig deed of adrem. Oh, dan ging hij ook helemaal door de gangpaden. Ik bedoel, als iemand een zogenaamd lollige opmerking maakte, dan zei hij, Atje is weer in de zaal. Atje, er is hier weer een Atje. Ik word er gek van. En deed een vrouw te zijn, er is weer een Ada. Een Ada. Een Atje rem, Ada rem. Nee, hij kon er niet tegen gewoon. Dus wat gebeurt? Wij gaan een visje bestellen. Nou, Bertie loopt naar binnen. En die zegt tegen die man, heeft u ook een lekker bekje? Kijk eens wat er hier voor je staat, zei die man. Nou, die Bert, woedend gewoon. En die schold hem echt voor rotte vis. En, oh ja, dat deed hij gewoon. Hij ging helemaal uit zijn plaat. Het werd nog erger, want toen hij wat uitgescholden, toen zei die man natuurlijk, wil je dat lekker bekje nog? Ja, ja, dat wil ik dan nog wel. En toen zei die man, en toen kwam hij, wil u er ook een zalfje bij? Haha, jongens, ja, 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 ja. Tierend en vloekend liep hij de tent uit, ging boos in de auto zitten en at helemaal niks. Nou, vrienden, tot zover mijn belevenissen met Bert.